Ik sta naast de nieuwe burgemeester van de gemeente Altena, de kerstverse gemeente Altena, burgemeester Marcel Frenzel. Marcel, voelde het nog een beetje onwennig vanavond op uw nieuwe plek hier in de raadzaal? Eigenlijk niet. Ik ben ook op afstand bij die hele voorbereiding betrokken. In de vorige gemeenteraden al een beetje om aan een vergadering af en toe eens voor te zitten. Ik heb gezien wat ze willen, hoe ze de vergadering willen vormgeven, hoe we debat willen doen. Ik voel me hier eigenlijk op de eerste avond al helemaal thuis. Ik heb gezien met 31 raadsleden die hier in de zaal zitten, dat er zelfs twee rijen dik zitten achter elkaar, zeg maar. Een hoop kinderen ook vanavond en publiek. De belangstelling die er was vanavond, hoe komt die op u over? Nou, ongekend natuurlijk. Ongekend. Het was helaas niet mogelijk, technisch ook, om op deze plek heel veel stoelen nog kwijt te kunnen. Dus ik heb het maar praktisch opgelost om heel snel de kinderen hier neer te zetten. En die hebben zich geweldig gedragen. En het publiek moest voor een deel staan. Een luxe probleem, zeg ik maar. Ze hadden daar wel een scherm. Ze konden het hier goed zien. En ja, we zitten nou allemaal een drankje te drinken. En vooral heel veel felicitaties voor al die raadsleden en burgerraadsleden die daar gewoon 3 jaar lang tijd in gaan stoppen om de belangen van de gemeenschap te dienen. De eerste raadsvergadering was natuurlijk vooral wat agendatechnische punten die doorlopen moesten worden. Het echte werk gaat binnenkort beginnen, ook voor u. Maar nog zonder college. Ja. Hoe lang gaat dat nog duren, denkt u? Ik denk nog een paar weken. Ik heb het idee dat wij in de maand januari wel weten wie de wethouders gaan worden, de 5. En welke portefeuille zij krijgen. En dan zullen zij zo snel mogelijk ook in een raadsvergadering verkozen worden. Daar gaan we ook weer allemaal over stemmen met 31 raadsleden. En dan hoop ik dat zoveel mogelijk raadsleden dat steunen. Even naar uw toespraak die u deed in de hal zojuist. U probeerde dat op een interactieve manier, hè, de mensen erbij te betrekken. Waar kwam dat idee vandaan? Nou, Engelsen zeggen practice what you preach. Hè. Laat zien wat je wilt. Men wil hier graag interactie met de bevolking. Nou, dan denk ik, dan moet je ook het voorbeeld geven op een kleine manier. Dus ik sprak heel veel keren de woorden de nieuwe gemeente Altena uit. En ik hield een borstje omhoog en mensen riepen in koor, als die zin weer kwam, de nieuwe gemeente Altena. Nou, dat is toch ontzettend mooi. Dat geeft ook een wij-gevoel. Wij horen erbij. En het is niet alleen maar een verhaal van zo'n burgemeester. Maar wij doen daaraan mee. En dat vind ik leuk. Maar laat volgens mij ook al wel zien dat u trots bent. Dat u hier aan de slag mag gaan. Ja, ik ben zeker trots. Ik heb hier de hele dag dat prachtige, mooie logo van de gemeente. En het is gewoon een feest om hier te mogen dienen. Voor de gemeenschap, voor de 55.000 inwoners. En ik heb er genoegen in om met een enthousiaste raad aan de gang te gaan. Nog één vraag. De Amstketen die om uw nek hangt, die is nog van Almkerk. Vertelde u er straks ook. Wanneer komt de Amstketen van de gemeente Altena? Nou, dat zal nog wel een heel aantal maanden duren. Dan moet een officieel wapen van Altena worden goedgekeurd en gemaakt door de Hoge Raad van Adel. En dan moet het oude wapen van de 3 gemeenten moet er allemaal in verwerkt worden. En er moet nog een advies over komen. En als dat klaar is, dan kan dat echt ook op de nieuwe Amstketen. En ja, daar moet een ontwerp voor worden gemaakt. Dus ja, ik hoop dat wij voor de zomer een nieuwe Amstketen voor de gemeente Altena hebben. En net zoals het Amstketen zal het dus wel even wennen worden de komende tijd om te zoeken hoe alles werkt en hoe het in zijn werk gaat. Dat klopt. Dat heb ik ook gezegd. Mensen, er zal best nog wel eens iets niet goed gaan. Ook de burgers zullen wel eens denken, hé jongens, hoe zit dat nou? Nou, vraag het en wij willen echt iedereen ondersteunen en helpen. Want we doen het voor de burgers. Rest me u veel succes te wensen. Hartelijk dank en op een prettige samenwerking met de Omroep.